voor de 16e keer is gisteravond de reuzendier aangestoken aan het begin van de festiviteiten rond Diwali. Duizenden mensen zijn naar het Onafhankelijkheidsplein getogen om deel te zijn van deze nationale Diwali-manifestatie. De voorzitter van de Culturele Unie Suriname, KUS, Anil Manorad, haalde aan dat terwijl in Suriname de verschillende etniciteiten samen bijeen zijn gekomen om te genieten van de Diwali-activiteit, er in andere delen van de wereld etnische oorlogen worden gevoerd. Daarom moet tijdens deze Diwali-viering gebeden worden voor vrede en eenheid in de wereld. Manorad zegt dat er voor geduld, liefde, begrip gebeden moet worden voor de medemens. In dit kader is de boodschap van de KUS dit jaar eenheid en vrede. Verder erkent Manorad dat er 10 culturele feestdagen zijn in Suriname. Echter wordt Diwali elk jaar extra belicht door de KUS. De voorzitter zegt dat hiervoor gekozen wordt vanwege de achtergrond en betekenis van Diwali. De betekenis staat in de oudste geschriften en blijvend onveranderd. We maken plaats voor verlichting in ons leven. Dat doen wij elk jaar, zowel fysiek als spiritueel. Als we om ons heen kijken, dan zien we er veel negativiteit is. Des te meer reden om ons te keren naar het licht van de dia. Naar het licht van de allerhoogste spirituele kracht. De KUS werkt al jaren met organisaties en personen uit verschillende culturen en religieën. Wij hebben nimmer geconstateerd dat een religie of een cultuur zich richt tot het duisternis. Nee, overal wordt hen aangeleerd om het kwade achterwege te laten en het goede te accepteren. In dat licht bekeken is Diwali een universele gelegenheid. De Indiase ambassadeur in Suriname, Shankar Balachandran, haalde aan dat Diwali, het lichtjesfeest, een speciale plek heeft in vele mensen hun harten rond de hele wereld. Hij benadrukt dat Diwali niet alleen de overwinning van licht over duisternis en het goede over het kwade symboliseert, maar ook kennis over onwetendheid. It is a celebration that transcends borders and here in Suriname, it brings us all together to appreciate the rich tapestry of Indian traditions and values. Suriname, a nation known for its diversity and harmonious society, has become a home away from home for the Indian diaspora. This land has been a testament to the spirit of unity in diversity, where various communities coexist and celebrate each other's cultures. President Chandrika Prasad Santokhi bracht in herinnering dat het lichtjesfeest is meegenomen door de Indiase contractarbeiders die zich 150 jaar geleden hebben gevestigd in Suriname. Het staatshoofd gaf aan dat Diwali sindsdien zich geleidelijk heeft ontwikkeld en wordt sinds 2010 beschouwd als een nationale feestdag en als een van de grootste culturele vieringen in Suriname. De Hindoes begonnen met het organiseren van grote vieringen die voor het publiek toegankelijk waren. En dit heeft de toon gezet voor de manier waarop Diwali vandaag gevierd wordt in ons land. De inspanningen van de Culturele Unie Suriname spelen een belangrijke rol in de promotie van Diwali. Vooral als nationale feest door middel van haar jaarlijkse viering op het Onafhankelijkheidsplein en vandaag bent u weer getuige van de geweldige organisatie en viering van ons Diwali. Door de inzet van de Culturele Unie Suriname is het aansteken van de Suriname dia inmiddels een begrip geworden in de samenleving. Het is een symbool van het steeds hechter worden van de Surinaamse bevolking. President Santokhi benadrukte dat in Suriname Diwali niet alleen een feest is voor de Hindoestaanse gemeenschap, maar natuurlijk ook voor alle Surinamers in deze multiculturele samenleving, waarbij vrienden, buren en alle etnische groepen Diwali samen vieren en hiermee eenheid uitstralen.